Beste kijkers, we zijn vandaag te gast in Terra en Meppel. Er is vandaag een klein dierenkeuring. Gaat u met ons mee? En waar wordt nou een kip nou eigenlijk op gecontroleerd? Nou, wij kijken bij de kip naar de conditie. Hoe stevig hij is als ze goed gezond is, als ze poten mooi schoon zijn. Als het snaveltje mooi schoon is en vooral als de oogjes mooi kleuren. En daar kun je al zien als een kip gezond is, ja of nee. Maar deze zien er heel mooi uit. Ja. Dames, mag ik jullie wat vragen? Ja. Wat is jullie naam? Merle, Tanine. En wat hebben jullie vandaag gedaan? Met onze poes meegedaan. En welke prijs zijn jullie geworden? Eerste. En? Hoe heeft ze het gedaan? Goed. Waar is ze op beoordeeld? Ik heb geen idee. Was ze lief? Deed ze aardig? Hoe lief is ze? Heel lief. Liefst. Ja. Hallo Kelly, mag ik jou iets vragen? Natuurlijk mag je mij iets vragen. Wat voor slang heeft u in hand? Ik heb een rattenslang in mijn hand. En waar komt deze slang vandaan? Uit Zuid-Amerika. En deze kunnen tot hoe lang worden? Ik denk wel nog wel langer dan dit, laat ik het zo zeggen. En in het wild, hoe pakt deze zijn prooi? Grijpen, burgen. Dat is een burgerslang. Dus hij is ook niet echt giftig? Nee, hij is niet giftig, nee. Nick, mag ik je iets vragen? Ja, tuurlijk. Waar komen deze dieren vandaan en wat is hun naam? Dit is de slakkenskink en ze komen uit Australië. En deze naam die staat bekend omdat ze heel veel slakken eten. En hoe groot kunnen deze worden? Even kijken, deze worden ongeveer 45 centimeter lang. 45 centimeter. Ja. En als je hem in het wild zou zien... Waar zijn we vooral te treffen? Ja, gewoon in de droge gebieden eigenlijk. Maar wel waar wel genoeg water is, zeg maar. Ik zag je net een paar trucjes doen. Ja. Hoe lang zou het duren voordat jij een konijn zo'n trucje kan laten doen? Nou, het ligt er heel erg aan. Dit konijn heb ik net vanochtend high five geleerd. Kostte haar heel veel moeite, want zij was niet gemotiveerd om het trainen leuk te vinden. Zij vond het gewoon niet leuk. Dus ik moest haar eerst motiveren voordat ik wat meer dingen kon gaan vragen. Vanochtend bood zij zelf high five aan. Dat heb ik vrij duidelijk beloond. En nu snapt ze het eigenlijk al heel goed. Het ligt meer aan het konijn. Als het konijn niet gemotiveerd is om te trainen, dan zou die ook niks gaan doen. Als het konijn het heel leuk vindt, dan is het binnen 5 minuten ieder kunstje aan te leren.